iedereen, als jullie mij volgen op Instagram, heb je misschien wel voorbij zien komen dat ik onlangs een nieuw paar schoenen heb binnengekregen. Ik was er echt al onwijs lang naar op zoek. Ik zou zeggen zelfs meerdere maanden, maar overal op elke webshop en in elke winkel kon ik ze gewoon niet vinden in mijn maat. Maar ik heb niet opgegeven en ik heb ze nu uiteindelijk gevonden en ik heb ze meteen gekocht. En ik heb het over deze Dr. Martens boots. En dit is het model Jaden. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar het is eigenlijk een gewone Dr. Martens boot. Maar dan met een extra zool, zoals je hier kan zien. Als je een beetje van dichterbij kijkt, dan zie je dat dit zeg maar de normale zool is. En dan hebben ze dit extra chunky stuk eronder gezet. Waardoor die echt een grote, vette platform zool heeft. En dat vind ik echt gewoon super vet. Hij heeft trouwens ook een ritsje aan deze kant. Dus dat is heel erg makkelijk gewoon om erin en uit te stappen. Ja, ik vond ze gewoon echt mega tof. En ik ben zo ontzettend blij dat ik ze eindelijk heb gevonden. Maar goed, zoals je misschien wel weet, met Dr. Martens zijn dit schoenen die je echt onwijs goed moet uitlopen. En ik heb meerdere paren gehad die ik thuis binnenkreeg. Ik deed ze aan en het deed meteen zo ontzettend veel pijn dat ik gewoon wist van, oké, de rest, dit ga je gewoon niet uitlopen. Deze doen gewoon echt te veel pijn. Dus die heb ik gewoon teruggestuurd. Want ik dacht, ja, deze schoenen ga ik echt niet dragen. Want uitlopen is echt een van de moeilijkste dingen voor mij, vind ik, in het leven. Maar ik heb wel geleerd dat als je dus een paar schoenen moet uitlopen, dat gewoon de beste manier is om ze gewoon meteen aan te doen. En deze paar schoenen gewoon dagen achter elkaar te dragen. Zodat je het gewoon doet eigenlijk. Dus vandaar heb ik besloten om met dit paar Dr. Martens die ik nu heb, gewoon deze minimaal een week elke dag aan te doen. En dit mag de enige paar schoenen zijn die ik deze week ga aandoen. En daarom leek me leuk om jullie gewoon mee te nemen in deze week met Dr. Martens dragen. Hopelijk met niet al te veel pijn, bloed, blaren en week vol ander viezigheid. Maar het leek me wel heel erg leuk om jullie gewoon mee te nemen in mijn ervaring met het uitlopen. In ieder geval in deze eerste week. En het leek me ook wel gelijk leuk om dan jullie gelijk te laten zien hoe je deze best wel opvallende paar schoenen kan stylen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om een keer zo'n soort video op ons kanaal te zien. Geef me vooral een duimpje omhoog als je enthousiast bent om te kijken naar de rest van deze video. En laten we gewoon vooral beginnen. Vandaag is maandag en zoals je kan zien, ik heb net de intro opgenomen. Dus vandaag is de allereerste dag dat ik het ga aandoen. En ik stuitte net meteen al op het allereerste en misschien wel belangrijkste probleem met Dr. Martens. Of niet het probleem, maar een essentieel onderdeel van het uitlopen van Dr. Martens. En dat is sokken. Ik kon gewoon geen passende sokken die bij elkaar dus horen vinden. Die dus even dik zijn, even stevig. Dus ik heb eventjes net in de kast van mijn vriend moeten zoeken. En daar heb ik een paar wat dikkere sportsokken vandaan gehaald. Ik zou eigenlijk misschien eerlijk ook nog kunnen zeggen dat deze volgens mij van mij zijn. Die hij dan in zijn kast heeft gelegd. Dus ik heb ze gewoon weer lekker zelf ingepikt. Dit zijn de sokkeuzes voor vandaag. Of de sokkeuze eigenlijk. Het zijn gewoon van die sportsokken, dus ietsje dikker. Dus ik ben benieuwd hoe mijn dag vandaag gaat zijn met deze sokken. Dus het is een beetje afwachten. Weet je wel, mochten deze sokken dus niet chill zijn, dan kan ik gewoon morgen dus andere sokken doen. En hier staan de Dr. Martens. En die ga ik dus gewoon maar eventjes aandoen. En ik heb trouwens vandaag helemaal niks echt buiten de deur te doen. Ik ga zelfs gewoon bijna alleen maar binnen blijven. Maar desondanks heb ik gewoon besloten om wel de schoenen te dragen. Want daarmee kan ik dus ook nog een paar meter dus gaan inlopen. En misschien dat ik gewoon expres eventjes een wandelingetje ga maken. Om dus gewoon alvast ook buiten wat stappen te zetten. Dus ja, dat is het plan voor vandaag. En dit is de look voor vandaag. Ik heb gewoon een basic trui aan van Macy's, een wollen trui. Riem is van Mango. Broek is de mom jeans van Primark die we jullie laatst in de shoplog hadden laten zien. En ik heb daaronder gewoon de docks gedaan. Ik heb wel even een beetje de pijpjes omhoog gerold. Omdat anders het net een beetje awkward kwam te staan. En ik vind het altijd wel mooi als je een klein beetje soort van enkel ziet. Dus een vrij simpele look. Ik weet niet zeker of dit mijn favoriete look van de week gaat worden. Maar laat me zeker eventjes weten in de comments. Of ik zal even een poll aanmaken. Waarin je dan je favoriete look van deze week kan plaatsen. Maar ik denk dat dit wel gewoon een simpel, fijn lookje is gewoon voor thuis. Nou, zoals je kan zien is het alweer een beetje donker aan het worden. En heb ik deze schoenen dus al een paar uur aangehaald. Dus ik dacht, ik ga gewoon nu eventjes mijn eerste paar indrukken doen. En ik moet zeggen dat het me echt heel erg is meegevallen. Deze rechtervoet, ik heb echt serieus bijna nergens last van. Ik heb de rits wel helemaal naar boven gedaan. Maar zoals je ziet heb ik de veters niet super strak. Maar dit is ook waarschijnlijk de manier waarop ik ze straks ga dragen. Aan deze voet heb ik echter wel wat meer last. En dan vooral
hier. Ik weet niet zeggen. Het is zeg maar net het begin van je enkel. Daar zit een stuk bot. En daar drukt deze tong eigenlijk van de schoen een beetje op. Dus daar heb ik wel een beetje pijn. Maar zeker niet iets van wondjes of blaren of wat dan ook. Maar verder zit het echt gewoon heel erg comfortabel. En denk ik dat het een hele goede eerste dag is. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en dag 2. En ik ben al helemaal aangekleed en ik ga vandaag naar de kapper. Dus dat betekent dat ik de deur uit ga en een beetje ook moet gaan lopen. En ik ga jullie eventjes mijn outfit laten zien. Dit is de look voor vandaag geworden. Ik draag een sweaterdress van Ivy Revel. En ik weet dat hij er heel erg kort uitziet. Maar het valt op zich wel mee in het echt. En ik heb hieronder nog een bodycon jurkje zitten. Dus er wordt helemaal niks exposed. En ik wist dat deze schoenen ook heel erg leuk zouden zijn onder een jurkje met blote benen. Maar ja, uiteraard kan dat echt nog niet. Dus ik heb er een hele dikke panty of maillot onder. Dus deze schijnt echt totaal niet door. Dus hij geeft als het goed is wel wat warmte. En daaronder dus de Dr. Martens. Dus het is een helemaal volledige zwarte look. Maar wel heel erg simpel en comfortabel hopelijk. Omdat ik toch wel even een tijdje in de kapperstoel moet zitten, denk ik. Dus ik hoop dat jullie het goed genoeg kunnen zien. Dit is de look voor vandaag. Zo, ik ben weer thuis. En zoals je kan zien heb ik een nieuwe coupe. Er is best wel wat lengte af zoals je hier vast wel kan zien. Het kwam eerst echt tot hier. De kleur is natuurlijk anders. Maar dit is niet een video over mijn nieuwe haarkleur. Daar komt nog een apart blogartikel over. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Dit is natuurlijk een video over de Dr. Martens. Ik heb vandaag best wel wat meters gelopen. En ik kan je vertellen. Geen blaren. Geen halve schaafwonden. En geen eens pijn. Ik heb echt er prima op kunnen lopen vandaag. Ze zijn ook niet zo heel erg zwaar met het lopen. En ja, het gaat gewoon echt tot nu toe gewoon ontzettend goed. Ze zijn nog niet uitgelopen. Ik voel nog steeds zeg maar dat plekje bij mijn enkel wel een beetje. Maar het gaat echt mega goed. Ik heb hier ook best wel wat complimenten op gekregen vandaag. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om te horen. Ik zou zeggen, dikke duim omhoog. Ik ga ze nu wel even uitdoen, want ik ga eventjes lekker op de bank ploffen. En dat is misschien wat lekkerder zonder schoenen. Goedemiddag iedereen. Het is vandaag woensdag dag 3 van de Dr. Martens week, om het zo maar te noemen. Tara is nu bij mij over. We gaan straks even foto's maken. En omdat we foto's gaan maken en ik nu wat donkerder haar heb, dacht ik, ik doe even wat lichters aan. Dus ik heb alleen mijn bovenkant veranderd. En toen keek ik naar mijn outfit, dacht ik, dit vind ik eigenlijk best wel cool staan. Hier zou ik heel graag mee de deur uit willen, al is het nog niet heel erg warm. Tara, ik ben aan het vloggen. Het is niet heel erg warm om nu mee naar buiten te gaan, omdat het heel erg koud is vandaag. Maar ik ben grotendeels binnen, dus ik ga gewoon jullie deze look laten zien. Want ik denk dat hij wel heel erg leuk staat met de Dr. Martens. Dit is de look. Ik heb een oversized bomberjasje aan. Deze is van ASOS. Ik heb een wit shirtje van Parfum. En dit is een pantalon. Dus die heeft hier van die steekzakken. Deze is van Primark. En daaronder heb ik de Dr. Martens gedaan. En ik vind het wel heel erg leuk dat je echt zo'n wat nettere broek heb met in combinatie met een wat stoerder jasje en dan die docs eronder. Het is niet de meest flatterende outfit, dat weet ik. En ik moet zeggen dat ik me op camera ook een beetje anders eruit vind zien dan in het echt. Maar hij is echt super laid back, lekker los alles. Je kan eventueel nog dit hierin doen zodat je wat langere benen lijkt te hebben. Maar ik vind het wel heel erg leuk om die docs hier onder te combineren. Dus dit is eventjes de look voor vandaag. Hallo iedereen, het is vandaag donderdag en ik begin wat later met dit stukje film dan de vorige paar dagen. Maar we hebben vandaag, Tara en ik, heel wat video's en werk verricht. En ik had nu pas eigenlijk de mogelijkheid om een stukje te filmen. En ik heb vandaag ook nu pas voor het eerst de Dr. Martens aan. Maar wat ook heel erg leuk is, is dat Tara ook een paar bijzondere Dr. Martens aan heeft met een platform zool. Dus ik dacht, dat is wel heel erg leuk om eventjes te laten zien. Dit is namelijk het paar dat Tara aan heeft. Deze zijn volgens mij limited edition. Ja, ze zijn niet meer verkrijgbaar. In deze heet Sasha. Oh, Sasha. En ze hebben, of nee, ze heet Marsha volgens mij. Oké. Okay. En ze hebben een puntneus. En inderdaad, ja, zijn ze wel platform? Een beetje platform wel. Ik vind ze echt super gaaf. En Tara draagt ze dus gewoon onder deze blauwe mom jeans. Die had ik een paar dagen geleden ook aan. En ik vind ze echt super gaaf eronder staan. Dus met een klein beetje enkel. Ook al is het koud buiten, maar dat staat wel echt super gaaf samen. Ik draag deze trui van Primark met streepjes. En ik heb vandaag gekozen voor een zwarte skinny jeans. Dat is denk ik wel echt de basic. En ik dacht, dat is natuurlijk ook heel erg goed te combineren met deze docs. Dus dat is hoe
deze combinatie samen staat. Lekker easy. Ja, wel gewoon heel erg stoer. Ik vind het heel erg leuk. Dit is even een totale look. Very cute. We gaan nu eventjes de deur uit, wat pakketjes wegbrengen en even naar de supermarkt lopen. Dus dat is even mijn momentje vandaag om deze Dr. Martens wat beter in te lopen. Ja, dat is eigenlijk even de update. Goedemorgen iedereen, het is alweer vrijdag. Ik ga jullie gelijk eerst eventjes mijn outfit laten zien. En vandaag is dit de outfit geworden. Ik heb gewoon even een lichte oversized trui aan. Deze is van H&M. En hieronder heb ik mijn mom jeans van ASOS. En daaronder natuurlijk de Dr. Martens. Ik heb een beetje de pijpjes van mijn broek opgerold, zodat ze net boven de Dr. Martens uitkomen. Want anders hangen ze een beetje soort van raar erop. Dus zo kan je een beetje wat beter de zijkant zien. Dus dit is de look voor vandaag. Nou, ik heb jullie de afgelopen paar dagen natuurlijk niet heel veel gesproken. Omdat ik gewoon korte momentjes eventjes de camera erbij heb gepakt. Om even te laten zien wat ik aan had. En hoe de schoenen aanvoelden. De outfits die ik jullie laat zien, die zijn misschien niet super bijzonder. Ik heb meestal gewoon een top en een onderkant aan. Weet je wat, niet helemaal afgesteld met accessoires en dergelijke. Omdat ik dit ook niet als een soort van lookbook video wilde maken. Maar ik wilde gewoon even kort laten zien van... Deze docs kan je combineren met een sweaterdress of gewone jurk. Je kan ze combineren met een mom jeans, een blauwe mom jeans, een zwarte mom jeans natuurlijk. Maar ook een wat nettere pantalon en natuurlijk een zwarte skinny jeans. Dus ik heb mijn outfits een beetje op die manier steeds uitgezocht om verschillende onderkantjes te laten zien. Die je dus met deze stappers kan dragen. Dus mocht je zeg maar iets hebben van nou, ik vind je outfits niet boeiend. Of ik draag liever wat meer kleur. Of ik draag liever helemaal geen zwart. Dan kan je dat natuurlijk gewoon doen. Maar ik wilde gewoon meer een soort van de stijl van de onderkant aan jullie laten zien hoe je dat combineert. Natuurlijk kan je al deze onderkanten, bottoms, ook combineren met t-shirts als het straks wat warmer is. Maar voor nu is het echt super koud. Dus vandaar dat ik elke keer gewoon warme truien en dergelijke aan heb. Dus dat wil ik eventjes als kleine disclaimer tussendoor zetten. Als je tot nu toe iets hebt gehad van... I don't like this. Is ook helemaal prima. Maar mij lijkt het wel leuk om een klein beetje mijn outfits rondom deze schoenen te laten zien aan jullie. En tot nu toe vind ik dat ze echt gewoon prima. De stijlen zijn helemaal niet heel erg moeilijk. Maar het is gewoon een stijlschoen die gewoon wat heftiger is dan de meeste die ik in mijn kast heb staan. Tot nu toe gaat het uitlopen trouwens ook echt super goed. Ik heb helemaal geen blaren of wondjes of bijna blaren. Dus wat dat betreft... dikke duim omhoog. Ik had van tevoren wel even gecheckt met wat mensen die ze ook al hadden van hoe vallen ze. Van één iemand die zei dat ze groter vielen en dat zij dus een maat kleiner had genomen. Ik zou zelf niet zo heel snel een kleinere maat nemen. Behalve als je bijvoorbeeld best wel vaak tussen twee verschillende maten in zit. En als je reguliere maat bijvoorbeeld gewoon 38 is, zoals van mij. Ik draag 38 in de meeste schoenen. Dan zou ik zeggen, neem gewoon je eigen maat. Ik had Dionne van Onder die ook een berichtje gestuurd. Want zij heeft deze schoenen ook. En zij vertelde me dat ze inderdaad wat breder zijn. En daarom ook wat makkelijker in te lopen. En ik moet zeggen dat ze echt helemaal gelijk heeft. Ze zijn inderdaad ietsje breder. Normaal heb ik altijd hierbovenop bij de wreef dat het echt super strak zit. En dat had ik gewoon vanaf het eerste moment dat ik ze aan heb ik dat gewoon niet gehad. Dus daar heeft ze zeker gelijk in. Ook merk ik inderdaad dat ze gewoon wat breder zijn en daardoor ietsje losser. Dus dat heeft denk ik mee te maken dat als je zeg maar hele smalle of tussenmaten in zit, dat je inderdaad een maat kleiner kan gaan. Omdat ze gewoon een wat grotere... een groter model hebben dan denk ik de reguliere. Maar ja, heb je de kans om Dr. Martens van tevoren eerst te passen... dan zou ik dat wel doen. Dat is denk ik het altijd het allerfijnste. Laat me eventjes in de poll weten of je inmiddels wel enthousiast bent geworden over deze schoenen. En of je ze graag ook wilt. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag zaterdag. Zaterdagochtend om precies te zijn. En vandaag staan Tara en ik op een Shop by Closet stil. Dus dat betekent dat ik... een tijdje op zich wel stil op mijn voeten gaan staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En met deze Dr. Martens aan, want ik doe ze ook gewoon vandaag weer aan. Moet ook gewoon slepen met zware koffers en tassen. Een stukje door de straat heen. Dus een perfecte dag om deze Dr. Martens aan te hebben. En dit is de outfit voor vandaag. Ik heb weer gekozen voor de pantalon die ik een paar dagen geleden ook aan had. Want ik vond dat toch wel heel erg lekker zitten en leuk staan. Gewoon even net wat anders als ik normaal zou dragen. Verder heb ik wel mijn zwarte trui aan die ik echt serieus altijd aan heb. Maar het is gewoon een favorietje. Dus trui is van Macy's, broek is van Primark. Daaronder natuurlijk de Docs. Ik
Ik heb ook eventjes voor de makkelijkheid vandaag een horloge omgedaan. En dat is deze grote blinker. En omdat we dus een closet sale hebben waar ik misschien wat centjes hopelijk ga verdienen, ga ik vandaag deze fanny pack omdoen. Deze heb ik op Bali gekocht van de zomer. Dus dit is het enige item dat een beetje wat kleur heeft. Dus die wordt zo gedragen vandaag. Dus dit is de look. Dus vrij simpel, maar ook weer niet te simpel. Doordat ik natuurlijk de broeken best wel een stukje heb opgeslagen. En de schoenen goed zichtbaar zijn. Dus ik vind deze wel heel erg leuk. En ja, ga ik nu verder met de rest van zaterdag. Hallo iedereen, het is inmiddels een heel wat uren later en ik ben eindelijk weer thuis. Ik heb de hele dag de Dr. Martens aangehad. Dus ik heb stilgestaan op de sale. Ik heb ook door de stad gelopen, dus ik heb op zich echt heel veel mee gedaan. En ik moet zeggen, ik heb echt gewoon 0,0% ergens last van. Geen pijn, geen pijnlijke plekken, geen blaren of geen harde stukken leer. Dus ja, ik zou niet willen zeggen ze zijn nu uitgelopen, maar ik kan er echt prima op lopen. Ik weet nog aan het begin van de video vertelde ik jullie dat het hier een beetje pijn doet, maar inmiddels voel ik dat ook helemaal niet meer. Ik heb ze vandaag trouwens wel gedragen met mijn sokken een beetje omhoog, zodat ja, mijn enkel, mijn been toch nog een beetje beschermd is. En daar ben ik heel erg blij om. Ik namelijk vandaag ontdekte dat deze sok die ik hier aan heb, ik weet niet of je het een beetje kan zien. Ja, hier een beetje. Deze rand van de sok is helemaal doorgesneden door waarschijnlijk dit leer. Want het zat precies op die hoogte. Ik heb nu even mijn sok omhoog getrokken. Maar ik weet niet of ik het goed kan laten zien. Even kijken hoor. Zeg maar hier zie je dat ik mijn vinger in de sok steek. In deze dubbele laag aan de bovenkant. En deze schoen, deze rand, heeft dat vandaag helemaal doorgesneden. Dus ik ben heel erg blij dat ik mijn sokken wat hoger had. Want als dit met mijn huid was gebeurd, dan was dat wat minder blij. Deze sok die is wel een klein beetje naar de Filistijnen gegaan, zoals je kan zien. Maar verder heb ik helemaal nergens last van. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want sokken kun je opnieuw kopen. En wondjes zouden gewoon minder fijn zijn. Dus tot nu toe nog steeds nul wondjes, schaafwondjes of andere plekjes. Goedemorgen iedereen, het is vandaag zondag. Let niet op deze enorm rommelige kamer. Tafel eigenlijk vooral. Het is vandaag super zonnig weer. Een lekkere chill dag. Ik ga zo meteen naar de IKEA. Dus dat is een klein beetje wandelen. En ik ga jullie natuurlijk eventjes mijn outfit of the day laten zien. Ik draag een hele grote oversized trui van Balenciaga. Mijn broek is van H&M, super skinny. En daaronder dus gewoon de Dr. Martens boots. Dit is de look voor vandaag. Mijn haar is een klein beetje vies gaan worden. Dus ik heb het gewoon eventjes in een knotje gedaan. En ik moet zeggen dat ik dat best wel heel erg goed vind passen nu ik mijn haar weer wat korter heb. Dus de volledige zwarte look voor vandaag op deze zonnige, maar super koude zondag. Zo, daar ben ik weer. En we zijn nu precies een week later sinds het moment dat ik de intro van deze video filmde. En dat ik begon met de weekvlog, Dr. Martens week challenge. Ik heb geen idee hoe ik het ga noemen. Maar je hebt vast al een idee gekregen wat voor soort video dit was. En ik wil trouwens ook nog eventjes vertellen dat sinds ik deze schoenen op mijn Instagram stories had geplaatst, tot aan de dag van vandaag krijg ik dagelijks nog wel berichtjes van meiden die ze ook ontzettend leuk vinden, maar ze gewoon niet kunnen vinden in hun maat. En dat snap ik volkomen, want ik ben er zelf ook echt meerdere maanden op zoek naar geweest. En ik heb ze echt gewoon met een gelukje gevonden. Ik zal je vertellen hoe ik mijn schoenen in ieder geval heb gevonden. Want dat is op zich wel een grappig verhaal. En misschien inspireert dat jou om op een andere manier naar jouw schoenen te kunnen zoeken. En dat was omdat ik gewoon op Instagram aan het zoeken was op hashtag Dr. Martens Jaden. En ik was er gewoon op aan het kijken om even alvast wat inspiratie op te doen. Mocht ik eindelijk die schoenen vinden. Toen kwam ik op een post van een meisje en die was toevallig in het Nederlands. En daarin vertelde ze van, ik heb mijn schoenen gekocht bij Mandje. Dat is een winkel op Texel. En daar waren ze zelfs voor 50% korting. Ze ging gewoon even naar haar account. Even kijken wat voor andere foto's ze had. Of ze misschien nog een aanfoto had. En toen zag ik bij haar volgers dat ze mij toevallig volgde. Wat wel echt super toevallig is. Ik had haar gewoon even een bericht gestuurd met de vraag van hoeveel schoenen hebben ze daar nog. Want ik zie ze gewoon niet online staan. En toen zei ze tegen me dat er inderdaad nog heel wat dozen waren met deze Dr. Martens. En dat waarschijnlijk mijn maten ook nog wel tussen zat. Dus toen heb ik gewoon de webshop een mailtje gestuurd. Daarin gezegd van, hi, hebben jullie deze schoenen nog? Ik zie ze helaas niet op de webshop staan. En zou ik ze anders gewoon via de mail mogen kopen? Dus toen heb ik super snel een hele lieve reactie terug gehad. We hebben gewoon een paar mailtjes heen en weer gestuurd. Geld overgemaakt. En zij stuurde de schoenen naar mij toe. En ja, sindsdien zijn we samen.
Dus ik zou zeggen, probeer even op verschillende manieren te kijken of je misschien op een winkel of een webshop kan komen. Die misschien wat minder groot is, wat minder bekend. En wellicht dat ze daar nog wel jouw paar Dr. Martens hebben. In ieder geval, dat is hoe het bij mij is gegaan. Ik ben super blij dat ze me hebben kunnen opsturen, want Texel is voor mij echt veel te ver weg. Dus ik ben heel erg blij dat ze me hiermee hebben kunnen helpen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video op ons kanaal te zien. Hij is net ietsje anders dan wat we normaal doen. En ik hoop dat jullie hem alsnog heel erg leuk en misschien inspirerend vonden. En laat me vooral eventjes weten of jij al een paar Dr. Martens in de kast hebt staan. Wat je van deze opvallende boots vindt. En wat jouw laatste schoenen aankoop is geweest. Let me know in de comments. En vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En je natuurlijk te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je heel snel terug in de volgende video. Doei!